Hi, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een make-up geek bestelling voor jullie die ik ga unboxen. Het zit in dit hele kleine doosje, maar echt, er zit een hele flinke oogschaduw, pigments, alles zit erin. Super leuk en Merel en ik wilden deze video eventjes nu maken, want dan kunnen we straks de oogschaduws uit de kartonnetjes halen en die kunnen we dan in een zeepellet doen en dan kan ik de swatches gaan laten zien. Dus ik ga ze eerst laten zien in verpakking en daarna zien jullie dus hoe ze zijn als ik ze in een zeepellet naast elkaar heb gedaan en dan kan je de kleuren wat beter zien. Dus we gaan eerst deze unboxen. Ik heb het geluk gehad, want ik ga hier vragen over krijgen. Ik heb een code gebruikt in de tijd dat ik ze had besteld en dan telde de verzending naar Nederland niet, dus hoefde je daarvoor niks te betalen. Dus ik dacht van als ik de douanekosten krijg, die 20 euro aan de deur, heb ik dat ervoor over. Maar ik heb dus ook geen douanekosten gekregen. Dus ik mocht heel hard in mijn handjes klappen. Want het was al een flinke geldbestelling. Maar er kwam dus niks bij. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Dus toen ik de doos open ging maken, dacht ik echt van, oh, ze zijn zo mooi. En toen kwam dit kaartje als eerste uit. Voor Rachel. Echt super leuk. Van haar dus zelf. Zij die de oogschaduw zeg maar helemaal heeft ontworpen. Haar eigen lijn. Zij heet Jasmine. En het is van de Makeup Geek team. En er staat: thank you for choosing Makeup Geek. And we truly appreciated your support. Enjoy your having your new makeup and products. Have a wonderful day. Super leuk dat ze zoiets erbij doen. Dat ze dus zelf ook wat op dat kaartje schrijven. Want dat zie je dus ook niet veel mensen doen. Dan gaan we nu door naar de eerste twee. En dat zijn twee pigments. En de laatste tijd ben ik eigenlijk wel meer van de pigments, want kijk, dit is dan bijvoorbeeld het doosje. Zo zien ze eruit, de pigments. En ze zitten dus eigenlijk gewoon in een heel stevig kartonnetje. En staat voorop loose pigment en hier zit, even kijken, 1,4 gram in. Ik heb de Utopia heb ik gekozen en ik heb de Imsonia. En de Imsonia is eigenlijk een soort blue-brown pigment, alleen vind ik hem mooier dan die van MAC. En de Utopia is een hele aparte kleur. Dus ik ga jullie straks allemaal even inzoometjes laten zien hoe de swatches en alles eruit zien. Maar het zijn twee verschillende doosjes, had ik gisteren al gezien toen ik een pakketje open had gemaakt. En eerst was het blijkbaar zo dat heel het potje zeg maar open was. Maar ze hebben er nu iets anders van gemaakt dat het niet meer zo snel als je het dopje eraf draait dat al het pigment gelijk om je heen vliegt. Dit zijn de voorkantjes en op één staat dus Makeup Geek en op de andere staat gewoon MG van Makeup Geek. Dit zijn dus de kleuren. Ik weet niet dat je het heel goed eventjes kan zien. Dit is dus de Imsonia. Dus die is blauw-bruinig. En deze is een soort, ja, een goud-groen-bruine glans. Ook heel mooi. En de binnenkant ziet er dus zo uit. Kijk, er zit zo'n mini-gaatje in. Dus je kan gewoon met je kwastje erin. En dan kan je dus gewoon de swatch aanbrengen. Maar vroeger was dit dus gewoon helemaal open. En dan had je niet zo'n gaatje. Dus alles vloog eigenlijk heel snel al eruit. Wat zonde is natuurlijk. Dus misschien kan ik jullie al van een afstandje even laten zien hoe het pigment eruit ziet. Kijk. Het is dus echt een hele mooie glans. Misschien kan ik hem nog iets beter op mijn vinger doen. Even kijken. Hij is wel cool, hè? Ja, hij is mooi. Hij glinstert een beetje blauw af. Ja, er zit een glinstering van blauw in. Maar hij is dus eigenlijk bruin. Maar het is net hoe je hem in het licht houdt. Zo is die bruin, geloof ik. En zo is die, even kijken, bruin, blauw. Het zit er net tussenin. Heel mooi. En nou had ze dus ook volgens mij, zal ik even het doekje pakken? Dat ging mij net goed. Ik pak wel even het doekje. Ja. Nou kan ik wel een hele grote swatch maken, Merel. Oké, dat ging maar net goed. Want ik heb nog het helft van het pigment kunnen redden. Je moet hem dus niet iets schuin houden en uit je hand een beetje half laten vallen. Dus mijn broek is half blauw. Maar ik heb het weer een beetje kunnen oplossen. Maar er lag een hele dot op mijn broek. En kijk, nu kan die glans extra mooi zien. Want heel mijn hand zit eronder. Zie je dat? En dit is dan nog maar de helft, want ik heb het meeste eraf kunnen krijgen. Maar alles is nou pigment. Dus, jongens, nooit knoeien met pigments, want het zit overal. Dat zou ik ook maar niet doen. Nee. Ik heb nog niet te veel make-up. Gelukkig niet, want als ze iemand tegenkomt, Merel, in de co-op, dan zegt ze, dus co-op, dus onze supermarkt. Ja, dit is mijn tante en ze heeft 8-7 laadjes vol met make-up.
6 of 8. Dus dat bedoel ik, maar dat zegt ze gewoon tegen iemand. En dan, ja. Tegen iedereen zwart eigenlijk. Eigenlijk bijna tegen iedereen. Kijk, nou, die zwarts hebben jullie wel goed kunnen zien. We hebben nu nog eentje en deze is ook heel mooi. Ben je benieuwd? Nou, kijk wat heb ik die kant zwartje voor jullie. Hoe stippetjes erin? Kijk, ik denk dat jullie het goed kunnen zien. Oeh. Maar hier zit ook echt zo'n hele gave glans in. En dit is soort een beetje in dat bruin-goud. Hele aparte kleur, maar echt ook echt super mooi. Dus dat zijn de twee pigments die ik heb. Dus die hou ik gewoon in die doosjes, want dat vind ik gewoon. Ik hou van dingen in doosjes houden, want mijn Anastasia Beverly Hills die zit ook nog steeds in. Dan gaan we nu door naar de oogschaduws. Dan begin ik eerst met deze twee van Makeup Geek. Zo krijg je je oogschaduws dus binnen. Een soort als mono oogschaduw dus, want er zit geen potje omheen. Het is echt gewoon de oogschaduw los. En wat is het verschil tussen een foiled eyeshadow en de gewone? Kijk, de gewone zitten in zwart-witte streepjes. En deze zijn dus soort een beetje koperachtig met glans. En dat betekent dus dat de foiled eyeshadows ook die mooie glans hebben. Ik weet niet of jullie straks kunnen zien, maar straks ook met de swatch video en een Z-palette, dan zie je het beter. Ik ga gewoon de kleuren opnoemen die ik heb. Dit is bijvoorbeeld Showtime en deze is Flamethrower. Ook heel tof. We komen nu de gewone staan en ik heb hier Sensuous. Dat is een soort een paarse kleur, wel met een glinster, een gouden glinster zit erin. Die had ik al, dus dat was niet slim, want die heb ik nou dubbel. Dan heb ik Homecoming en Homecoming is soort ja een brons tauperige kleur, ook heel mooi. Taupe, ik zeg altijd taupe. Crème Brûlée, die wilde ik al heel graag, want dit is echt een prachtige blendkleur voor in je crease. Dat is gewoon eigenlijk een heel simpele kleur, maar ik vind hem heel mooi. Dan heb ik nog Envy. En Envy is soort een hele aparte kleur groen. Ook heel mooi. En dan hebben we er nog een paar. We hebben nog 3. En dit is de Coco Bear. Die wilde ik ook heel graag. Dat is echt gewoon een hele bruine kleur. Dan hebben we nog, even kijken, Unexpected. En dat is een soort matte paarse kleur. Lila een beetje. En de laatste, die heet Corrupt. En Corrupt is zwarter dan zwart. Dat is echt... Zwart. Die wilde ik ook heel graag. Want dan kan je dus ook gewoon prachtig je eyeliner bijvoorbeeld mee doen. Alleen dan als oogschaduwvorm. Dus nu gaan Merel en ik ze even uit de verpakking halen. En dan in het C-palet doen. En dan zien jullie ze straks in het palet naast elkaar. Want dat is echt een palet die ik echt voor mijn Makeup Geek oogschaduws ga houden. Dit is het palet wat we hebben samengesteld. Dus ik had er inderdaad al wel een aantal. Die heb ik dus, dat is volgens mij de bovenste rij ongeveer die ik al had. En de rest is dus nieuw. Dus eigenlijk is dit palet nou heel erg mooi, want ik heb van hele donkere tinten, middentonen, die je perfect als highlight of onder je wenkbrauw kan gebruiken, en hele kleurige tinten. Sowieso springt Mermaid er natuurlijk gewoon echt uit, dat is een hele mooie kleur. Alle kleuren die ik laat zien met de swatch kan je dus hier per volgorde hieronder vinden in de beschrijving. En dit C palet heb ik volgens mij besteld, als ik het goed zeg, bij de Boozie Shop. En die is ook gewoon, ik dacht, lila, Makeup Geek, die horen bij elkaar. Dus ik dacht, dit palet is echt speciaal voor Makeup Geek. Als ik ze allemaal bij elkaar en tegen elkaar ga doen, kan ik hem gewoon helemaal vol doen. Dat is geen enkel probleem. Maar ik heb ze nu dus met afstand gedaan. Omdat ik er dus nog niet echt een vol palet van kan maken. Maar in de toekomst, als er nieuwe bijkomen, ga ik zeker weer bestellen. Want Makeup Geek blijft gewoon een prachtig merk. Niet te duur, want je kan het niet vergelijken met MAC, want... MAC is volgens mij bijna tegen de 20 euro, 19 euro, 18 euro voor een oogschaduw. Ik heb er eentje van MAC en die is wel prachtig. Maar ik gebruik hem eigenlijk dus nooit. En dat vind ik eigenlijk dus zonde. Dus dat moet ik ook meer gaan doen. Dus dat, deze oogschaduw is volgens mij rond de $6. En dan heb je natuurlijk de zending die erbij komt. Soms douanekosten. Daarmee ben je duur af. Maar de rest van de oogschaduws zijn eigenlijk gewoon heel goed te doen. Dus ik begin gewoon... bovenin, zo ga ik gewoon het rijtje af en dan zien jullie de zwartjes op mijn vinger en dan op mijn pols. En dan hoop ik gewoon dat jullie een goede indruk van de oogschaduws kunnen krijgen. Dus laten we beginnen met de zwartjes. Dit is de kleur Cosmopolitan en dat is ook echt een hele mooie shimmerkleur. Perfect eigenlijk ook om op je ooglid te doen, maar is ook gewoon heel mooi, even kijken, op de huid. Kijk, echt een hele mooie glans heeft deze oogschaduw. Heel erg mooi. Hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Dan gaan we naar Mermaid. Ja, en Mermaid is gewoon een hele mooie kleur. Er zit een hele mooie glans weer in. Echt perfect blauw. En hiermee kan je ook gewoon prachtige looks maken.
Dus zoals je ziet, de kleur komt er gelijk vanaf. Het is echt, echt prachtig. Dan gaan we naar de kleur Shimmer Shimmer. En Shimmer Shimmer wordt meestal gebruikt onder het wenkbrauwbod in je ooghoek. Echt een hele mooie lichte kleur. Ook heel erg mooi bij iedere look die je kan combineren. Ziet er ook gewoon heel mooi uit. Dan heb ik hier een kleur en dit is Cinderella. En Cinderella heb ik zelfs nog nooit gebruikt, nooit geswatcht. Foei. Want dit is ook gewoon een mooie kleur, maar deze is gewoon heel zacht. Dus deze zie je amper, maar hij is wel heel mooi bijvoorbeeld dus om te blenden al. Die valt gewoon met Shimmer Shimmer echt bijna buitenboord, om het zo maar te zeggen. Die zie je eigenlijk bijna echt niet. Dan gaan we nu naar een foiled eyeshadow en dit is Showtime. En Showtime voelt al een stuk zachter aan dan de rest. En dat is ook echt een hele mooie kleur. Check hoe mooi deze is. Hoe mooi deze is. In de wintertijd en de herfsttijd. Echt gewoon perfect. Komt ook heel mooi nu over met mijn nagellak die ik op heb. En kijk, die kleur komt er ook echt gewoon vanaf. Echt heel erg mooi. Dan gaan we naar de volgende kleur. En dat is Sensuous. En die heb ik dus twee keer dubbel. Dus daar laat ik gewoon één zwartje van zien. En zoals je kan zien is dat een veel paarsere kleur. Maar inderdaad heeft niet veel weg van die andere foiled oogschaduw. Maar is ook echt gewoon prachtig. Dus ik doe hem eronder. Dan kan je goed het verschil zien. Hij is wel een stukje lichter. Je ziet wel dat de foiled oogschaduw echt veel minder uitknalt. Dan hebben we nog een prachtige. En dit is de Homecoming. En die werd ook heel veel gebruikt. Is ook heel erg zacht. En die is ook schitterend. Zoals je ziet, die heeft ook een hele mooie glans. En kan je dus ook perfect op je ooglid gewoon gebruiken. En dan heb je gewoon een prachtige koperen look. Echt heel mooi is die ook. Er zit ook inderdaad gewoon echt weer een hele mooie glans in. Even kijken. Dan hebben we nog een hele mooie matte kleur. En dit is Unexpected. En dat is dus die matte, ja, paars-bruine kleur. Zoals je ziet is die gewoon echt mat. Maar toch zit er overal wel een soort een glans zeg maar in. Maar deze is wel echt mat. Kijk, en dat is dus echt een perfecte kleur om te blenden. Dus dat is gewoon echt een hele matte kleur. Maar ook zeker niet verkeerd om mee te blenden. Daarnaast zit dus weer Sensuous. Mijn Sensuous had ik dus al. Dus ik ga naar de andere foiled oogschaduw. En hier sprak Nikki Tutorials echt dat gezicht. Kijk hoe mooi die is. Dit is echt de allermooiste. Toch? Hoe mooi is deze kleur? Dit is echt gewoon, als je deze op je ogen hebt, dan heb je echt warmte. Echt gewoon bam. Wauw. Dit is echt super. Kijk, als ik deze nou op mijn arm doe. Kijk hoe mooi. Dit is toch een schitterende kleur. Dat is echt, echt wauw. Hele mooie kleur. Kijk. En dan smart ik hem op mijn hand. En heel mijn hand is zo. Het is echt, er komt er echt onwijs veel kleur vanaf. Terwijl ik echt twee rondjes draaide op die oogschaduw. Dus hier doe je mega lang mee. En die kleur is echt wauw. Dan gaan we naar de kleur ernaast. En dat is Envy. En Envy is een soort donkergroene kleur. Ook echt schitterend. Maar zoals je, deze wing moet even weg. Want dit kan natuurlijk niet. Dit is dus Envy en zoals je ziet is dit gewoon echt een hele mooie groene kleur. Zelf vind ik het echt heel mooi om groen bij mijn ogen te doen, omdat ik bruin-groene ogen heb van mezelf. Dus die doen we eronder. En even kijken dat ik die nog wat mooier krijg, zodat jullie die glans ook kunnen zien. Zoals je ziet is die ook wel gewoon aanwezig, maar gewoon echt die twee kleuren springen er gewoon echt het meest uit van de foiled eyeshadows. Maar ik kon daar niet echt mijn keus goed in maken. Ik vond het heel moeilijk om te zeggen van die kleur wil ik. Want ze zijn gewoon een stuk duurder. Die zijn volgens mij wel rond de 10, 11 dollar. Maar goed, dan nog is het eigenlijk je geld goed waard. Maar als je natuurlijk gewoon, ah, je bent echt een schatje. Kijk ons met een nat watje. Maar dat is gewoon heel moeilijk om dan een keus te maken. Want ik had er al heel veel in mijn mandje die ik al sowieso wilde. Ja, en dan moet je dus een knoop doorhakken van doe ik die foiled eyeshadow of die. Ja, staat bij mij, ga ik die gebruiken, ga ik die dragen. Want dan wil ik die wel echt een soort gebruik van maken. Dus ik had gewoon een knoop doorgehakt en ik dacht ik doe er gewoon twee. Maar ja, ik dacht ook al heb ik een hele dure bestelling. Dan heb ik straks douanekosten of deurkosten. En die zijn dan nog duurder omdat je bestelling gewoon duurder is. Want daar moet je dus wel op letten. Maar goed, we gaan even door. We hebben nu nog, even kijken. Dit was de, als ik hem zie dan weet ik het weer, crème brûlée. En de crème brûlée is inderdaad gewoon
ja, hoe kan ik het zeggen, een soort een ja, geel-bruine kleur. Dus ook echt heel mooi gewoon om mee te blenden. En die is wel goed gewoon gepigmenteerd. Dat is ook gewoon een hele mooie kleur. Dan hebben we nog kokerbeer. En kokerbeer is dus gewoon echt een bruine kleur. Ook gewoon heel gepigmenteerd. Ziet er ook gewoon super goed uit. En die komt ook gewoon heel mooi ervan af. En de laatste, en dat moet echt zwart, zwart, zwart zijn. En dit was de kleur Corrupt. Ik vind het ook wel echt een gemene kleur. Of gemene naam voor zo'n kleur. Nou, duidelijk hè. Dat is gewoon echt zwart, zwart, zwart. Dus die doen we hier. Kijk, dat bedoel ik. Dat is gewoon echt zwart. En het zit er nog op. Dus inderdaad, ik kan gewoon door blijven wrijven. Hele mooie kleuren. Wat ben ik blij dat ik bij Make Up Geek heb besteld. Wil je dus gewoon bestellen, dan heb je wel inderdaad PayPal of creditcard of iets van dat nodig. Je kan niet met iDeal betalen, want gewoon Nederlands, dat kan gewoon niet. Dus dit is dus mijn nieuwe Make Up Geek paletten en ik ben er echt onwijs blij mee. Kleuren zien er goed uit, vooral die foiled eyeshadows, die zijn echt het mooist. En die geven gewoon zo'n gave glans af. Het is gewoon onwijs. Gewoon als je dit gewoon ziet, dan denk je, wauw. Geen woorden voor. Ik laat even een close-up zien van de oogschaduw zelf en van mijn arm. En dan hoop ik dat ik jullie heb kunnen helpen door een keuze te maken van deze oogschaduws. Want ze zijn echt de moeite waard om te kopen.